dan gewoon lekker. Ja, dat is ook zelfs een mix. Ja, en dan moet je nog een extra liedje dan. Ja, dat is waar. Twee zijn het. Ja, ik ben een goed kijken waar je rijdt en zo hard als je kan. En bij de helling zal ik wel zeggen, dus ga ik wel mooi, hè? Goed. 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 Voilà, hier onze U10-rijders die vertrokken zijn. En dan gaan we een half minuutje wachten voor de volgende start. Nogmaals parcours vrijmaken, want ze zijn in aantocht. Onze kleinste jeugdrenners. Dus, hier zien we direct met Matteo Dobby. Die probeert al op te schuiven en dan gaan we wachten voor onze derde start. Voilà, en hier onze allerkleinste, onze U8-rijdertjes. En hier met het nummer 1 en 2. Voilà, en we zijn vertrokken. We gaan zo dadelijk een aantal ronden meegeven bij de eerste doortocht.
Dus ze heeft een optie. En hier Guus Mols, dus dat is de top 3 van de U echt. Laatste ronde voor Fenna Tools. Nog één ronde Fenna. Passeert Timo Goossens die in een enkele seconde gaat finishen. Dus achter. En hier komt hij, de eerste winnaar van de dag. Applaus voor Timo Goossens van het Optimus Agenda Team, de winnaar van de U-team. Jongens, onze eerste winnaar van de dag. Zo. De nummer 91 op de tweede plaats, Mathieu van Bellen. Proficiat Mathieu. Mooi gestreden. En dan is het wachten op de nummer. Dat is inderdaad met Vulving, nummer 83, de derde plaats. Voilà, en dan hier... De winnaar in de U9, dat is Matty Toen. Aankomst ook voor Floris Dix. Voor iedereen en de wedstrijd. Ook aankomst voor Siebehoes. Aankomst voor Nina Bertels. En hier hebben we de tweede plaats inderdaad. Dat is Mathieu de Bie op nummer 2 bij de U9. Dus Mathieu de Bie, Visma man denk ik. Schattig. Ja, een verantwoordelijke keer een paar reeks. Dat is Riek Mols op 3. Die toen Mathieu de Bie en Riek Mols op 3. En hier de vierde plaats. Excuseer, naar Sif Knoop, denk ik. Sif Knoop die aan de leiding ligt. Bij de U9. Oh, U8, excuseer. Aankomst ook van het nummer 114. Lommepersijn. Aankomst ook voor 56.
We zijn het wachten. Niet teruggaan, niet teruggaan. Oh. En dan komt nummer 45, dat is Ivo Martijn. En dan gaan we hier zien, hier onze winnaar. Hey. Twee met de Jeff Knops. Hey. Jeff Knops, winnaar de U10 meisjes. Dat is Stien Avermaten, een Franken. Proficiat Stien. En dan hebben we hier, denk ik, de winnaar. Ik ben even bij de U8, inderdaad. Hier met nummer 5, Guus Pols. De tweede plaats inderdaad, Duur de Meijer van het Achtslager om Mouden bij team. Provincia Duur, nummer 2, vandaag. Aankomst van nummer 3, Florian van Mechelen. En dan hier met het nummer 23, Venatou. En de wedstrijd voor Venatou. Goed gedaan, meid! In een half uurtje. Hier de laatste aankomsten. En dan gaan we zo dadelijk het parcours een beetje aanpassen. Dat zijn ze. Dus de mensen.